Welkom terug bij Mario Kart 8. We gaan deze keer een ander character kiezen. En wat lijkt mij nou een leuk character? Shy Guy. We gaan wel goud houden. Maar we gaan gewoon beginnen met de paddenstoelenbeker. Let's go. Paddenstoelenbeker, Toads Circuit. Degene die je elke keer ziet als je wint. Race 1. Lekker, Mario Kart zonder Mario, heerlijk. Deze zal straks wel in Mario Kart 9 in de reet wat je hebt zitten. Hoppa. Ja, ik sta wel over als je niet erg vindt. Wauw. Don't. Yes. Hoppa. Eerste. Next one. Paddenstoelenbeker, Deesbergdorp. Ook een leuke. Moet ze eigenlijk open terugbrengen. Ik wil deze wel even in wat mooier zien. Hoeveel AC crap heb ik gegeven? Muziek hebben ze afgekeken van Mystery Drinker trouwens. Bij deze, volgens mij. Deze muziek. Is volgens mij ook een dungeon muziek in een mystery dungeon. Hoppa. Dit doet me zo erg denken aan Nederland. Hoppa. Weer eerste.
Oh, het toont lekker ergens onderaan. Heerlijk. Daar kant van de luck. Kaap, cheap, cheap. F. Wow, arm. De urn is not real. Nope, it isn't. Hier is het kapot ver hoor. Gaat niet zo goed. Ah ja, dan word ik hier van gepakt. Heb ik hier. Zo hè, eigenlijk een blue shell. Ah, twee leuk goed. Oké, Harm. Je kan nog steeds makkelijk winnen. Maar als je vier wordt, heb je nog gewonnen. Laatste race. Hop, eerst weer. Arabian Night. Oh, wacht. Wrong one. Ja, ik zag het al hoor, de shell. Dit doel.
Lekker. Arm, je moet wel op een of andere manier iets hoger eindigen dan nu. Yo, Toad. Toad. Dag Toad. Lol. Wauw. GG. GG. Kijk hem springen dan eens, die Koopa. En Lakitu. Sorry guy. He's the best. We'll have to kijken. Tot de volgende keer. Later!